In deze video ga ik je wat meer vertellen over Zulu Connect en de manier waarop je met Zulu Connect afstandsonderwijs mogelijk kunt maken. In Zulu Connect zijn verschillende faciliteiten voorzien om dit te kunnen doen. Hier laat ik je meer over zien en aan de hand van het scherm in Zulu Connect kan ik je uitleggen waar je wat kunt vinden. Ik ga je daarbij meenemen in 3 ontwikkelingen. In de eerste plaats ga ik je vertellen hoe leerlingen thuis in kunnen loggen. Daarnaast vertel ik je iets over de applicaties die vanuit Zulu Connect beschikbaar zijn, ook thuis. En tenslotte vertel ik je iets over de taken, waarmee je taken in Zulu Connect kunt klaarzetten, zodat leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en wanneer. Ik neem je mee in Zulu Connect. Ik ben nu ingelogd als leerkracht van groep 4A. Eerst moet ik zoals gezegd de wachtwoorden achterhalen. Deze wachtwoorden vind ik door linksbovenin op de menuknop te klikken en vervolgens naar groepen te gaan. In de groepen kan ik achter elke groep waar ik leerkracht van ben zien dat achter de puntjes in de groep een optie verschijnt: download alle leerlingwachtwoorden. Wanneer ik deze optie aanklik, verschijnt een PDF waarmee alle leerlingwachtwoorden van de betreffende groep worden gedownload. Deze PDF kun je niet in zijn geheel delen met alle leerlingen. Het is aan te raden, of sterk aan te bevelen zelfs, om alleen de wachtwoorden van de specifieke leerling met hem of haar te delen. Natuurlijk kan het geen kwaad om deze ook met de ouders te delen, zeker niet bij jongere kinderen. Ik ga terug naar het dashboard. Op het dashboard zie ik alle tegels van applicaties beschikbaar uit Office 365, Google, Basisboard en andere onderwijskundige toepassingen waar jij een abonnement op hebt. Alle toepassingen die je hier in beeld ziet zijn ook vanuit huis te benaderen. Dit komt omdat onder andere Office, Google en Basisboard ook vanuit huis te benaderen zijn. Ten slotte wil ik je iets vertellen over taken. Taken vind je direct onder de applicaties en taken maken het mogelijk om klaar te zetten wat voor leerlingen op dat moment relevant is en welke oefenstof jij van ze verwacht. Voor tips over het aanbieden van oefenstof verwijs ik je graag naar een andere video op de pagina www.derolfgroep.nl/corona, waarmee we ingaan op de inhoud en de manier waarop je thuisonderwijs mogelijk kunt maken, maar dan het onderwijskundige gedeelte. Nu hebben we het over de taken. Ook deze vind ik via de menuknop en via het plusje rechtsboven kan ik heel gemakkelijk zelf een taak toevoegen. Bij het toevoegen van een taak vul ik een titel in. Bij de omschrijving plaats je welke instructie jij van leerlingen verwacht. Dit kan een link zijn naar leerlingsoftware of een verwijzing naar werk wat je misschien al eerder op papier hebt meegegeven. Vervolgens kies je de leerlingen voor wie deze taak geldt. Dat kan uiteraard de hele groep zijn, maar indien je niet de groep aanklikt, kun je er ook voor kiezen om individuele leerlingen te selecteren. Je kiest vervolgens een vakgebied en tenslotte bepaal je voor wanneer de opdracht moet worden afgerond. We raden je daarbij aan om niet te veel lesstof in één keer klaar te zetten voor leerlingen, zodat leerlingen steeds, bijvoorbeeld elke dag, een nieuwe taak klaar zien staan. Wanneer ik klik op opslaan, wordt de taak direct bij leerlingen weergegeven.